want er is nog genoeg arbeid te leveren. Ja, we vroegen Jurgen Streppen ook nog van waarom kwamen jullie niet helemaal in het spel? Want het waren niet alleen de spelers van MVV, maar het was ook nog iets anders. Nou ja, ik ben niet van de excuses zoeken, maar dit veld is... jongens, dat is... Het lijkt wel of we in een vrachtwagenfabriek spelen. Met zoveel rubber erop. Ja, dat is echt te gênant voor woorden. Elke speler is die... en dan kun je zeggen, maar ja, dan moeten 1-1 spelen. Maar ja, op dit veld is dat bijna onmogelijk. En dat is natuurlijk wel het spel waar wij willen spelen. En? Vind je daarvan? Nou, dat is de keuze van Jurgen en de reactie van Jurgen. Alleen ja... Maar vind je niet zelf ook moeilijk spelen met zoveel van die rubberkorrels op? Nou ja, aan het einde van de wedstrijd, verschillende momenten zie je dus wel, ook met de droogte, dan wordt het wel een stuk moeilijker. Maar goed, het is voor ons zelden en wij moeten er ook mee om leren gaan. En weet je, we kunnen allemaal roepen van er ligt daar en daar aan, maar ja, je moet het beste van maken op de situatie waar je op dat moment over speelt. Ja, okay, jullie zijn natuurlijk wel gewend, maar zou je niet zelf als trainer van MVV naar een gewoon grasveld willen? Ja. Nou ja, ik bedoel, we hebben het ook bij jong AZ. Ja, dan is het net gemaaid en dan ruik je het gras. Oh, lekker man. Hè? Dan krijg je zelf wel het gevoel van ja. en het is vochtig. Ja, dat is wel waarvoor voetbal gemaakt is. En ja, ik vind kunstgras, of nou ons veld is of het veld van bij Os of waar Helmond Sport. Ja, ik vind niks. Nee. Dus, staat op het lijstje. Ja. Ja, maar dat maakt het ook zo heet, hè? Het is gewoon een paar graden warmer als je op het veld staat. Ja. En dat is wel heel lastig.